Goedemorgen, of het is eigenlijk geen morgen, het is middag volgens mij. En ik ben onderweg om mijn wimpers te doen, want ze zien er niet uit. Zoals je kan zien. Hier zie ik beter. En dat komt omdat ik de afspraak iets van 2 keer heb af moeten zeggen. Dus ik heb echt veel te lang deze wimpers nu. Ik denk dat het 5-6 weken is al. Oh, ik weet het niet. Ik zal het zo eens opzoeken. Dus ik kan niet wachten om het te doen. Ik ben weer in. Ik ben weer in de auto. Oh, ik moet ze even borstelen. Dit is het resultaat. Ik heb een gezichtsbehandeling gehad. Vandaar dat mijn huid zo is. En ik wou daarom geen make-up of iets opdoen. Maar ik ben dus weer geweest. En ze hebben dus ook een nieuw apparaat: Jet Plasma. En dat gaat dan. Het vermindert rimpels. En je kan ook een lipplummer doen en zo. Dus daar heb ik voor volgende week een afspraak voor gemaakt. Dus dat zullen jullie dan ook zien in een vlog. Ik twijfel een beetje of ik dat... Misschien praat ik dat wel in deze afspraak. Of ik doe het in een andere vlog. Ik kijk wel. Maar oké, ik ga nu Celine halen. Ik ga er even bellen, want ze is op paardrijden geweest. Nou, dat kan niet. Die zit op paard. Nu nog? Nu nog? Oh, maar ik zie je niet. Wat doe jij? Wat zeg je? Oh, sorry. Jezus, man. Mag ik even... Celina zit op paard. Nou, laat even zien dan. Oh. Oké. Okay. Laat nog eens zien. Maar kijk dan even. Ja, moet je wel de camera draaien, mam? Nee, niet je telefoon draaien. Echt de camera draaien. Ja, hoe doe ik dat? Oh ja. Moet je lachen. Is ze alleen? Is het niet zo goed, hè? Is ze alleen? Nee, ze is met z'n drieën. Oh. Ze zit nu op een wit paard. Nien, hoe was het? Leuk. Ga je nog met oma naar het strand nu? Ja. Oké, okay, veel plezier, schat. Veel plezier. Ik zeg veel plezier. Ja, doei. Love you. Love you, doei. Hallo, ik wil een handkus hoor. Dankjewel. Doei, mam. Aangezien Celine met mijn moeder even naar het strand ging, heb ik net dit gehaald. Ik moet even weg. Oh, je mond is helemaal blakker. Kijk, wat heb je daar, Jay? Wat is dat? Een Oreo met ijsering. Oh, mijn god. Wij eten dus dit. Ik heb met tonijn en zo. Met tonijn en kip. Weirdo. Ja, weirdo. Toch, Jay? Maar I like it. Hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe dag. Omdat ik zo druk ben geweest, heb ik vandaag ingepland een... Au. Oh. Moeder-dochteravond. Slash dag. We gaan vanavond filmavond, slash marathon houden. We hebben allemaal films geselecteerd die we willen kijken. En we hebben een aantal dingen gehaald. Ja. Dit is onze buit. Wij gaan allemaal films kijken tot we in slaap vallen. Mama slaapt. Mama gaat steeds echt altijd
als we beginnen, ze slaapt. Zo, misschien maar even iets beter. Goed verhaal, lekker kort. Doe helemaal niks meer. Ze valt altijd in slaap. Dat is niet waar. Jij bent altijd als eerste die in slaap valt. Dus. Luister, zij zegt dat ze niet als eerste in slaap valt. Nou, dit is ook niet zo. Ik ga serieus... Oké, luister. Als ik als eerste in slaap val, moet jij het filmen. Mm-hmm. En als jij als eerste in slaap valt, mm-hmm, dan film ik het. Okay. Laat even weten, wie gaat als eerste in slaap vallen? Sowieso Celine. Ja. Met deze film gaan we beginnen. Dat heet De Slechte Moeders. Ja, Bad Moms. Die plaatje is zo grappig. Hoe deed je? Dus die gaan we als eerste kijken. Dan gaan we deze kijken. De grote vriendelijke reus. Die is ook leuk. Ja. Die hadden we samen in de bioscoop gezien. Ja, hè? Maar hier kijken. Asterix en Obelix. Mama's lievelings tv-programma. Ja, dat was vroeger echt mijn lievelings. Ja. Kortom, we hebben een hele lijst. Ja. Die we sowieso niet af kunnen gaan kijken vandaag. Maar wij gaan beginnen met de eerste film. En Celine of ik ga filmen wie als eerste in slaap valt. Ja. Ik ga sowieso filmen. Jij gaat in slaap vallen als eerste. Nee, jij gaat echt in slaap. Ik ben benieuwd, we zullen het zien. Ja. Ik heb gewonnen.